Welkom bij deze heugelijke gebeurtenis. Weer een bekende dame die haar alles laat zien. Damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. Stop je pizza? Leuk, goed. Ja? Goed. Wat hebben jullie daar allemaal gedaan dan? Nou ja, ik ben er natuurlijk voor twee redenen geweest. Ja. Of eigenlijk drie redenen. Oké. Okay. Mijn vakantie, het programma dat wij hebben gemaakt, House of Ibiza en de Playboy Shoot. Want die laatste twee, die vielen wel redelijk in elkaar. Dat liep wel in elkaar over. Ja. En ja, dus we hebben daar alleen maar keihard gewerkt. Ja, ik heb foto's gezien en het zag er heel gezellig uit. Dus? Nee, niks. Ik denk, je komt nog wel met wat details, maar... Ja, als jij vragen hebt, als jij vragen stelt, dan geef ik antwoord. Okay, zo wat, werkt het. Wat is jouw bijdrage geweest aan de shoot? Heb jij nog dingen bepaald of heb je gewoon alleen... Nou, ik was degene die zei, doe de kleren maar uit. Dat heb jij gezegd. Ja, toen zei ik van, dat vond Jan ook wel een geniaal idee. Ja. En toen zijn we eigenlijk daar toegekomen. Ja, ik heb met Jan eigenlijk samen een beetje tegen een rots aan leunen. En ik heb wel gemerkt dat dat helemaal niet zo hoeft. Omdat de fotograaf is zo goed en het model in dit geval, Amanda, weet je het zo ontzettend goed. Dus ja, dan hoef je niet. Ken je Amanda privé ook? Nee. Of, ik had haar één keer ontmoet op Ibiza ook voordat we dit gingen doen. Ah, oké. Okay. Toen kreeg ik eventjes ook een beetje de check van Martijn. Die wilde toch ook wel even. Ja. Dus de kastrikker, ja, dat is toch wel eventjes ja, van wordt. Zeker. Nou, niet zo erg is het ook. Ik bedoel het positief. Ja. Ja, nee, het was rete leuk. Ik was de hele tijd niet mee geweest. Nee. En nou een keertje wel. Ja? Het was echt super leuk. Hoe lang waren jullie? Nee, 2 dagen maar. We hebben in een strandje geplonst. En we hebben in een leuke villa foto's gemaakt. En we zijn super leuk eten geweest in de Bambuda Bar. Heel lekker buiten. Het was super top. Vind jij de mooiste foto? Ja, ik vind, maar ik heb hem veel meer gezien dan de rest van Nederland. Maar die foto's waren een beetje zo ter hurken zitten. Ik kan het zelf niet, want ik ben oud. Maar ik kan hem zo halen, ik nog net, maar dat is het toch wel. En dat is gewoon heel gaaf. Dat ziet er heel goed uit. Zo met je armpjes onder knieën heen. Zo heel kwetsbaar, oh, ja. Helemaal naakt. Ja. Oh, zo mooi. Ja. Oké. Okay. En ja. Weet je wat Martijn ervan vindt? Volgens mij is Martijn heel trots. Ja? Ja, dat denk ik. Dat was echt ja, ontzettend leuk. In eerste instantie dacht ik van, ja, je weet het niet, je weet nooit hoe het gaat lopen. En ze had al ook al aangegeven dat ze nooit forceert en doet. Maar dat ging gek, dat ging ja? Ontzettend leuk. Was ja. En ging ze zelf gewoon poses aannemen en ja, zo? Ik heb je wel geholpen en allerlei dingen. En, ja, ik weet natuurlijk beetje hoe het moet. Ja, ik ben een hele goede vriendin van haar, toch? Wij zijn hele goede vrienden. Okay. En je hebt hier een beetje doorheen geschreven? Helemaal niet, ik wist niet eens dat ze deed. Oh, echt? Goeie vriendin, hè? Hoe lang kennen jullie elkaar al? 12 jaar, oké. Okay. Ja? Oh, no. 96? 15, hoe? Oké. Okay. Het gaat hard. Ja, oké. Okay.